Nou, ik heb het vorige week natuurlijk in één keer goed gedaan. Op het, bovenop het Varalwa Hotel. Dus wellicht dat het nog een keer lukt. Je weet het maar nooit. Kijk eens. Hoppakee, glazen erbij. Hoppakee. Nou, het is een beetje lekker op het terras. Dat maakt niet uit. Pieter, proost. Op jou, hè. Welkom bij een nieuw video, mensen weer. We zijn onderweg naar een waanzinnige villa. Dit keer in Bosenduin. Aan de Biltseweg nummer 23. Natuurlijk rijden wij daar weer naartoe met een prachtige Porsche. In dit geval een 911 type 991 facelift, dus 991-2. In de Porsche exclusief kleur olive green met een prachtig expresso brown interieur. Het is een cabriolet en het is trouwens de GTS uitvoering. Dat is 450 pk, een van de lekkerst rijdende Porsches. Dat is vrij bekend. De auto is te koop bij DNA Cars in Naarden van mijn goede vriend Bram Hoefnagels. 2017, hij heeft slechts 13.000 kilometer gelopen en de uwe al voor €127.950. Ik zou zeker even een kijkje gaan nemen. Zo, dan gaan we eens even een kijkje binnennemen in deze prachtige villa. Pieter van Soest, Burgerstijk, makelaars. Ha, goedemiddag. Welkom. Dankjewel. Gelijk de entree van het huis. Zeker. Het huis is door Friso Haastra, ja, in 2009. Ja. Hartstikke. Hoeveel vierkante meters hebben we het hier over? Ruim 500. Oké, okay, zullen we hier alvast een beetje gaan via de keuken gewoon naar binnen? Of, lijkt me prima. Ja. Zo, wacht je aan. Nou, valt natuurlijk gelijk op open haardje. Ja, zowel hier als in de woonkamer hebben ze een gashaard. Echt ruim ook. Ja. Een eetkamertje nog daar, een soort bijkeuken hebben we daar nog. Een beetje een serre-achtig gedeelte hier. Ja. Misschien voor de iets mooiere maaltijden, is dat meer een ochtendritueel misschien. Ik denk dat hier voor de meer mooiere maaltijden dat ze hier gaan zitten. Ja. Zeker. Ja. En ook de openstaande deur naar het terras hier. Ja. Zwembadje, komen zo direct op terug. Ja. Hier een koffieapparaat. En daar hebben we nog dubbele ijskasten. Hè? Hoort er dubbele allemaal ijskast, in altijd. Dubbele ijskast, apparatuur. Ja. Stoommachines, magnetrons, ovens. Zit er eigenlijk allemaal in? Alles zit erin. Helemaal strak. Strak en clean. Echt, het is allemaal kastruimte ingebouwd. Het is keurig ook netjes weggewerkt allemaal. Ja, het valt echt op die ruimte. Allemaal glazen deuren dus. Best wel glazen deuren, ja. Ja. We hebben hier een tussenruimte waar de huiswerk kan worden gemaakt voor de kinderen. En hier de zitkamer. De zitkamer ook een open haard. Ja. Die is nu even niet aan, anders krijgen we het wel heel warm. En wederom met openstaande deuren naar de tuin. Ja. Dus hier kan je lekker tv kijken, een beetje borrelen. Of naar de tuin overlopen. Ja. Nou, het is echt een heel ruimtelijk licht gevoel. Dat is ook wat hij wilde bewerkstelligen. Ja, de architect. Ja. Ja. Strak. Strak, ja. 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 Oké, nou dan gaan we nu door naar de eerste. Of? Ja, laten we naar de eerste gaan. Lijkt me een goed idee. Mooie trap ook. Het huis is ook aan de binnenkant door Wandstraat. Ja, dus ze hebben meegekeken met de afbouwing daarvan. Oké. Okay. En dat is... Hoeveel kamers boven? Dit zijn wat kinderkamers. We hebben drie kinderkamers. De ouderslaapkamer. Twee. Zullen we zo lekker even laten zien. Een badkamer. Ja. Loop er maar eens even in. Dus wel over met bad en aparte douche. Ook voor de kinderen dus. Ook voor de kinderen, want de ouderslaapkamer heeft uiteraard zijn eigen ruimtes. Ja, hier nog een slaapkamer. Dat is nummer drie. Nummer drie. Wasgedeelte. Wasdrooggedeelte. Ook allemaal weggewerkt. Allemaal kastruimte. Allemaal handig. En hier komen we in het oude appartement. Ja, kom je hier in een soort... inloopkast al. Kijk, ik heb dan niet te veel, maar je kan er een beetje een klein shotje van nemen. Hier allemaal mooie laadjes, allemaal keurig netjes weggewerkt. De head bedroom moet je tegenwoordig zeggen, want master mag niet meer. Nee, het is de head bedroom. De head bedroom. Met een minuscuul balkonnetje. Ja, en aansluitend de badkamer. Ja, de badkamer is wel heel mooi, met achterin nog een sauna. Lekker even bijkomen na het sporten. Mooie lampjes in de vloer verwerkt ook. Kijk dit plafond, helemaal mooi verlicht.
Ja, echt een mooi strak huis. En overal inderdaad, waar je omheen kijkt, zie je groen. Ja. Leuk. En wat ze mooi gemaakt hebben, is die spiegel hier. Dat geeft echt een ruimtelijk beeld. Ja. Laten we nu naar het terrein gaan. Ja, het ziet er ook wel allemaal strak uit. Ik dacht eerst dat het een kelder was, maar het is echt gewoon een hele woonetage. Ja, je ziet dat het heel multifunctioneel is. Want je kan hier relaxed televisie kijken, zelfs nog een slaapkamer hier beneden. Ook weer de kinderen die je eigenlijk kwijt wil, die gooi je gewoon hier. Ja, ja, of zij willen even niet bij de ouders zijn, hè? Dat kan natuurlijk ook. Ja. En er slaapt hier momenteel ook een kind? Ja, één dochter slaapt hier. Ja. Even kijken, want dat is best een aardige kamer. Ja, en zoals je ziet, het hele terrein heeft veel daglicht. Vanwege alle taluds die gemaakt zijn, komt er veel licht door binnen. Ja. Hier zit nog een badkamer in. Ja. Ik woon zelf in Amsterdam. Mijn grootste probleem is kastruimte. Ja. Daar heb je hier geen enkel last van. Nou, zullen we verder gaan? En een schuifdeur in plaats van een houten. Een schuifdeur. Boven is er veel glas. Ja. Nog een wijnkamer. Kijk, ik had al van de gastvrouw begrepen dat die leeg was, want ze drinken wijn. Dat is ook een heel goed motto, vind ik eigenlijk. Klopt, ja. En dan hebben we hier nog een bergruimte. Kijk, gaat vanzelf. Ook weer eigenlijk, niet de mooiste kamer misschien, maar wel functioneel. Klopt, ja. Ruimte, 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 opberg, opberg, opberg. En installatie van het zwembad, zou ik zeggen. Installatie van het zwembad. Daar gaan we nu eens even kijken. Kijk, vanuit de keuken je terras op. Haakje staat aan. Haakje staat ook aan, jongens. Echt hout. En wat is er nou lekkerder dan een zwembadje? Ook in Nederland, waar het steeds warmer wordt. En we hebben natuurlijk hier nu een pingpongtafel, Pieter. Dus we gaan wel even zo direct een klein balletje slaan. Laten we dat zo direct doen. Dat doen we zo direct even, want er ligt nu te veel troep. Er is ook een springbed daar. Of hoe je dat een trampoline noemt men dat. En natuurlijk echt wel een diepe tuin. Hè? Ja, het weidse uitzicht. En het is in totaal 5000 meter. Laten we hier naar binnen gaan. Ja, wat je zegt, het is nu als kantoor in gebruik, maar het is volgens mij in oorsprong gebouwd als gastenverblijf. Hoe mooi is dat? Je gasten lekker op afstand. Ja. Die kunnen zelfs hun eigen eten klaarmaken, een eigen keukentje. Ja, en om het hoekje zit een badkamer. En een klein badkamertje, dus eigenlijk een douche. Wat nou heel interessant is. Ja, kijk maar, je kan het zien. Maar het zit er wel allemaal in. Ja, dat is denk ik wat belangrijk is. Het is wel leuk om te hebben dit allemaal natuurlijk. Nou, ik zag een pingpongtafel staan net, dus zullen we even een balletje mappen, Pieter? Ja, kom maar op. Ik weet niet hoe goed jij bent. Nou, dat zul je zien. Ja, dat zijn die gemene balletjes. Ja. Dat... Nou, we gaan maar wat drinken, hè? Dat lijkt me wel. Nou, ik heb het vorige week natuurlijk in één keer goed gedaan. Op het, bovenop het Varalwa Hotel. Dus wellicht dat het nog een keer lukt, je weet het maar nooit. Kijk eens. Hoppakee, glazen erbij. Hoppakee, nou, het is een beetje lekker op het terras, dat maakt niet uit. Pieter. Proost. Op jou, hè? Dus de architect heeft zijn inspiratie gehaald van Frank Lloyd Wright, de wereldberoemde architect. Klopt, ja. Je ziet in alle vormen die hij gebruikt heeft, die zijn herkenbaar bij deze woning. Is zeer herkenbaar inderdaad. Ja. Zeg even over het huis. Bossenduin, Wildsweg 23, te koop voor? Net geen 4 miljoen. Net geen 4 miljoen euro. Ja. Hoeveel vierkante meter? Wonen ruim 500. Qua perceel is het bijna 6, dus ruim 5. Ja. Hoeveel kamers? Je hebt 4 slaapkamers op de eerste verdieping, nog een gastenverblijf, nog slaapkamer souterrain, dus je hebt 6 slaapgedeeltes. Drie haarden, 2 beneden, 3 haarden, 1 buiten. Eén echte met haard. Zwembad natuurlijk. Een zwembad. Verder is de Beeldseweg in Bossenduin een van de weinige lanen met een fietspad, waardoor het ook prettig is voor kinderen om hier weg te fietsen. Ja. En zowel georiënteerd op Beeldhoven als op Zeist. En eigenlijk zit je zit zo in Utrecht. Je bent best dicht bij Amsterdam. Klopt. Dus het is eigenlijk gewoon een wereldstad. Het is een soort van een buitenwijk van Utrecht. Is het een dorp of een... Het is een dorp, is een dorp. Zeker. Pieter, ik wil je ontzettend bedanken voor deze rondleiding. Graag gedaan. Leuk je door. Graag de volgende keer weer. Helemaal goed. Bedankt. Hoi. Nou, vond je het nou weer een leuke video? Doe dan even je duimpje omhoog. Abonneer je ook even op ons kanaal. En zet even het alarmpje aan. Dan hoef je geen video meer te missen.